woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap en de provinciale staten. Ik sta op de lijst van het CDA, nummer 4, voor waterschap Rijnen-IJssel. Als Doesburger vind ik het belangrijk dat het hemelwater afgekoppeld wordt van het rioolwater. Op dit moment gaat het met het rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Wanneer we het afkoppelen, kan het hemelwater, wat relatief schoon is, direct geloosd worden op de grachten. Voor agrariërs is het belangrijk om over voldoende water te beschikken wanneer het droog is. Graag wil ik daarover meedenken hoe we het water vast kunnen houden, maar ook hoe het afgevoerd kan worden. Wilt u weten wat het waterschap nog meer doet in Doesburg? Kijk dan bijvoorbeeld bij het project De Vistrap. Hier is een samenwerking met het waterschap en de provincie een uniek project in deze regio. Woensdag kunt u stemmen. Mag ik op u rekenen?